Peace up, A-Town Dance. Yeah, yeah. Okay, yeah. Let's go. Dit is het gebied waar het allemaal moet gebeuren. Hier moet Goes weer losgemaakt worden van Wolfersdijk. We staan hier op de oude zeedijk aan de kant van Goes. Het water wat u achter mij ziet, dat is de Oosterschenge. De voormalige zeearm tussen Goes en het eiland Wolfersdijk. Tot 1809 was het zeewater. Toen is de Wilhelminapolder ingepolderd en sindsdien zit Wolfersdijk aan de Beverlanden vast. Maar dat wil de gemeente Goes, als het allemaal doorgaat, veranderen. Wolfersdijk wordt weer eiland. Klein stukje van de Oosterschenge en de bedoeling is om dit water te gaan verdiepen en breed te maken, zodat de lange oude zeedijk van het eiland Wolfersdijk weer een breed water komt te liggen en het eiland gescheiden wordt van de Wilhelminapolder, het grote landbouwgebied tussen Wolfersdijk en Goes. Dus dit is de plek waar het allemaal moet gebeuren. Hier moet water komen en natte natuur. En dan uiteindelijk wordt Wolfersdijk weer een eiland. Want dan is het aan deze kant begrensd door een verbrede Schenge. En aan de noordkant wordt het begrensd door het Veersemeer. En dan ligt er weer rondom water. Take that, rewind it back. Usher got the voice.